Dit weekend klopte de stad 3 oktober op een heel andere manier. Bent u tevreden met hoe het gegaan is? Ja, zowel ja als nee. Nee, natuurlijk. Dat was niet wat we leuk vinden aan 3 oktober. We zijn met z'n allen in de stad op 3 oktober. En ja, er zitten heel veel traditionele elementen in. En daar genieten we ieder jaar weer van. Ik vind het echt fantastisch om met z'n allen in het Van der Werfpark te gaan zingen. Het is leuk om het mini-koraal mee te maken. Over de kermis is prettig. Er zijn zoveel mooie dingen. En het ging allemaal niet door. En we weten allemaal waarom dat was. En dat is voor iedereen een enorme teleurstelling. En dat geldt natuurlijk voor de mensen in de stad. Het geldt voor de mensen van de 3 Oktobervereniging die zo ontzettend druk bezig waren geweest met die voorbereiding. En nu eigenlijk 2 of 3 oktobers hadden moeten voorbereiden. Want ze wisten steeds niet wat er precies ging gebeuren. Uiteindelijk is het volledig digitaal geworden. En dat vond ik wel weer heel erg mooi. Dat die livestream die er eigenlijk de hele dag geweest uur lang. Is, 36 uur geweest is. Het is eigenlijk geweldig dat dat gelukt is. En dat er zoveel mensen hebben gekeken. Want dat is echt wel spectaculair, vind ik. Echt tienduizenden mensen die daarna gekeken hebben. Nou, dat zegt ook wel iets van wat het 3 oktober gevoel voor de Leidenaars is. Dus dat vond ik wel erg mooi. Waar ik heel positief over ben ook, is het feit dat iedereen geluisterd heeft naar de oproep. Ga niet toch naar de stad. Nou was het weer ook niet zodanig dat uitnodigde om met z'n allen lekker buiten te gaan zitten. Maar ik ben wel blij dat het goed gegaan is. Er waren wel signalen dat de groepen in ieder geval dingen wilden organiseren. En daar waren we op voorbereid. We hebben best wel veel georganiseerd om te voorkomen dat het mis zou gaan. Van wie kreeg u die signalen? Want u schreef vrijdag als veiligheidsregiovoorzitter dat u inderdaad de Park de Bult onder meer moest afsluiten vanwege die signalen. Waar kwamen die signalen vandaan? Ja, meestal via social media of via directe contacten met groepen die plan hadden op dit vlak. En wat voor groepen gaat dat dan? Het zijn vaak jongere groepen geweest. Ja. En heeft u daar studentenverenigingen dan ook op aangesproken van zet hier extra op in, zodat al die jongeren waar u mee spreekt, dat die niet gaan feesten? Nou, dat hebben we ook gedaan, jazeker. Ja. Wat heeft u nog meer gedaan, om afgezien van het afsluiten van parken? We hebben vooral dat via communicatie gedaan. En vervolgens hebben we gewoon ook ons voorbereid van wat zal er gebeuren. Dus het park is afgesloten, tot verboden gebied verklaard. Als dat zou verplaatst worden naar een andere plek waar we geen aanwijzing voor hadden, had dat ook alle minuut ook kunnen gebeuren. Dus we hebben wel een heleboel dingen voorbereid wat we hadden kunnen doen in die tijd. In de tussentijd is er heel het weekend een veiligheidsteam actief geweest. Er is iets van crowd control georganiseerd, terwijl er en dat voor een feest dat niet doorging. Dus we hebben op veel plekken voorbereidingen getroffen. Er waren op allerlei plekken hekken beschikbaar, dat als het ergens te druk zou worden, dat we toch iets zouden kunnen afsluiten. Het was allemaal niet nodig. Het is allemaal goed gegaan. Ja, iets waar u dan geen controle over had zijn de huisfeestjes. Bij Sleutelstad kregen we diverse berichten ook van, ja, bij mijn buren wordt hard gefeest, de mensen zijn goed dronken. Heeft u daar nog over nagedacht om daar op een bepaalde manier op in te grijpen? Ja, dat kan niet, hè. Je kunt achter de voordeur niet ingrijpen. Dus alle regels die er zijn voor thuis, dat zijn adviezen. En zeer aanbevolen om die op te volgen. Maar doe je dat niet, dan kan de politie niet ingrijpen. Handhaving kan niet ingrijpen. Het is alleen maar een signaal wat je geeft. Overigens moet ik wel zeggen dat wanneer je met elkaar in een huis woont, dan mag je ook best een feestje vieren. Ja. Dus dat kan ook wel. Dus wij hebben ook heerlijk hutspot gegeten. En daar heb ik erg mijn best op gedaan. Het smaakt ook weer heel erg goed. En dat is ook een klein feestje als je dat met elkaar natuurlijk thuis doet. Dat mag wel, als je maar geen grote groepen van elders uitnodigt. Mm. En dat het gebeurt, ja, dat weet ik ook. Maar veel meer dan dat we op een aantal plekken de mensen hebben geadviseerd om dat niet te doen, kunnen we niet gaan. Moeten we ons opmaken voor de golf van besmettingen met het coronavirus? Die komt altijd na de gebeurtenissen. Denkt u dat dit weekend gezorgd heeft voor extra besmettingen in onze regio? Ik hoop het niet. Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben om dat te voorkomen. Het gaat toch vooral om datgene wat mensen zelf doen. En ik zie dat er heel veel mensen heel serieus mee om zijn gegaan. Dat 3 oktober in fysieke vorm helemaal niet is doorgegaan, dat is niet gekomen dat ik het verboden heb. Dat is een eigen keuze geweest van de 3 Oktobervereniging.
die daarover ook met alle vrijwilligers heeft gesproken en ook vanuit de achterban signalen kreeg, dat die vereniging zelf die keuze gemaakt heeft, dat vind ik heel verstandig en ook wel heel sterk. En dat betekent ook wel een beetje dat je kunt zien dat het ook onder de mensen weer leeft. Dus dat men een stuk serieuzer is geworden weer en dat is heel verstandig. Ja. Tot zover 3 oktober, wat uiteindelijk zonder grote problemen verlopen. We hebben het nu veel over het coronavirus, maar er is ook een viering geweest. Ik wil toch met u doorgaan over dat coronavirus, want dat slaat de klok voor en na, zeker de afgelopen maand ook weer. Ja, zeker. U bent sinds vandaag ook de vervangend voorzitter van Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. De komende weken bent u dat, ook het gezicht dus van eigenlijk de strategie tegen het coronavirus als het om de veiligheidsregio's gaat. Wat betekent dat de komende 3-4 weken voor u? Ja, eigenlijk dat je er nog weer een kleine baan bij hebt. En ik had het eigenlijk al best druk. Het is de vergadering van alle voorzitters van veiligheidsregio's die met elkaar allerlei zaken afstemmen. Die zit ik voor en daartussendoor heb je te maken met stukken die daarvoor gemaakt worden, waar je een fiat op moet geven. Er zijn mensen die vragen hebben waar je op moet reageren, zowel uit de veiligheidsregio zelf, voorzitters, collega's die bepaalde dingen willen waar je contact mee hebt. Dus het kost je wel behoorlijk wat extra tijd in de komende tijd. Maar Hubert Bruls heeft ook recht om even op vakantie te gaan. Dus als hij weer terug is, dan geef ik dat ook graag weer terug aan hem over. Ja, Hubert Bruls uit Nijmegen, die zagen we vaak de afgelopen tijd in om het beleid uit te leggen en te verdedigen. Betekent dat ook dat we u de komende weken veel gaan zien in misschien een verstevigend beleid om dat uit te leggen? Misschien een enkele keer, maar dat probeer ik wel zoveel mogelijk te voorkomen. Want Hubert Bruls is wel een beetje het gezicht van de Veiligheidsberaad. En we moeten geen twee gezichten krijgen. Nee. In dat Veiligheidsberaad gaat het vaak over de verhouding tussen regionaal beleid en landelijk beleid. Wat wordt er landelijk door het kabinet bepaald en wat kunt u, zoals de afgelopen weken, nou lokaal bepalen? Nou, mondkapjes zijn daar een voorbeeld van geweest. Er zijn andere voorbeelden die dan lokaler bepaald worden. Is het op dit moment nog wel de situatie waarin u zegt het is goed om regionaal dingen af te stemmen, nu in alle veiligheidsregio's eigenlijk boven een bepaalde signaalwaarde is gekomen, waardoor eigenlijk iedereen maatregelen moet nemen? Is het nog van dit moment om die lokale en regionale maatregelen te nemen? Ja, je hebt eigenlijk een aantal fases in datgene waar we mee te maken hebben. Zolang je kunt spreken van een strikt lokale of regionale problematiek, hebben we natuurlijk gehad in Katwijk, we hebben het in Hillegom gehad, we hebben het in Gouda gehad, dat je strikt lokaal maatregelen kunt treffen, regionaal maatregelen kunt treffen. Dat is logisch dat je dan regionaal in de bak gaat. Dan moet je niet met landelijke maatregelen komen. Pas wanneer het zodanig groot geworden is dat het niet meer lukt om dat regionaal in te dammen, dan moet je ook landelijke maatregelen treffen. Die maken ook veel indruk en hebben een behoorlijke impact op mensen zelf. En de hoop is dan ook dat het gedrag van mensen dan daardoor aangepast wordt. Ja, dat stadium, daar zitten we nu wel in. En er zijn nog wel een paar regio's in Nederland waar de cijfers wel lager zijn. Maar ook daar zie je de groei, de forse in zitten. Het reproductiegetal is ook daar behoorlijk hoog. Dus dat betekent dat het snel gaat de komende weken. Als we niet de kentering met de maatregelen die vorige week maandag van kracht zijn geworden, voor elkaar krijgen. Want daar hopen we natuurlijk allemaal op. Maar betekent dat we de komende tijd niet een persconferentie zullen zien waarin verwezen wordt naar de voorzitters van de veiligheidsregio's zoals de afgelopen tijd gebeurde, waarin minister Hugo de Jonge en minister-president Mark Rutte eigenlijk een globaal overzicht aankondigden en daarna de pers en daarmee ook het publiek doorverwezen naar de voorzitters van de veiligheidsregio's? Is dat nu weer, ligt dat weer achter ons? Nou, nog niet helemaal, want formeel is het zo dat wanneer minister-president en een van de andere ministers iets aankondigt via een persconferentie, ja, dan heb je nog geen regel. Dus juridisch is het nog steeds nodig dat het ergens in wordt vastgelegd. En op dit moment gebeurt dat in regionale noodverordeningen, die wel grotendeels hetzelfde zijn in Nederland. En dat zal voorlopig nog wel even blijven. En de rol van die voorzitters veiligheidsregio zal ook nog wel een belangrijke blijven, want er zullen allerlei maatregelen en besluiten genomen moeten worden die gewoon of uitzonderingen op landelijke regels betreffen of ingrijpen omdat er lokaal of regionaal iets aan de hand is. Dat zal altijd blijven. Er wordt landelijk gewerkt aan een coronawet die
ik zeg, noodverordeningen overbodig maken. Maar dan heb je nog wel steeds dat er veel afstemming in de regio nodig is om tot een gezamenlijke koers te komen. En om de informatie bij elkaar te brengen die nodig is om goed beleid te kunnen voeren. Ja. Dus die voorzitters zullen voorlopig nog wel een rol houden. Ja, waarin die voorzitters de afgelopen weken een belangrijke rol hadden is, en vooral de afgelopen week zelfs, het dragen van mondkapjes wel of niet. Daar zag je per veiligheidsregio eigenlijk een andere oproep. U heeft gezegd, ik zal die oproep niet doen om dat overal te dragen en een verplichting zit er sowieso niet in. Nou, dat is meer de landelijke lijn. Maar ik heb het gevoel dat u daar minder voorstander van bent dan misschien Femke Halsema bijvoorbeeld in Amsterdam-Amsteland. Waarom bent u daar geen voorstander van? Nou, de lijn is denk ik helder zoals die steeds door het RIVM is uitgedragen. En ik vond die altijd wel heel verstandig. Als je 1,5 meter afstand houdt, dan is er ook feitelijk niks nodig om dat te doen. Je merkte dat de collega's van Amsterdam en Rotterdam wel erg verlegen zaten om aanvullende maatregelen, omdat die cijfers daar maar niet omlaag bleken te gaan. En het is niet zo makkelijk om regionaal dingen te verzinnen die je daar toevoegt aan datgene wat je hebt aan instrumentarium. Dus daar kwam dat idee op, laten we dat dan doen. Die hebben ook al geëxperimenteerd van de zomer met mondkapjes in de openbare ruimte. Ik geloof niet dat het een doorslaand succes was, maar ze hadden echt behoefte aan een extra tandje erbij. Dat speelde hier nog wat minder, dus ik begreep dat op zich wel. Maar dat de Tweede Kamer heeft gezegd dat men deze kant op wil, ja, dan moeten we maar duidelijk maken, moeten we de rijen maar sluiten. Dus dan volgen we onze minister-president die zelf het hoofd gebogen heeft in deze discussie. En dan zorgen we ervoor dat het zo gebeurt. Is dat uw plek op dit moment om mee te gaan in dat dringende advies om mondkapjes te dragen, ondanks dat u er misschien zelf geen voorstander van bent? Ja, ik draag het zelf ook. Ik heb er een keurige met de Leidse sleutels erop. Ja, en wordt dat ook meer de lijn van de komende weken weer, dat u toch weer meer kijkt naar wat er landelijk gebeurt en u zich daar meer naar schikt dan de ruimte die u deze zomer en het begin van de herfst had, hier lokaal? Dat is allebei, want een aantal hoofdlijnen worden landelijk bepaald, maar je moet ook altijd lokaal en regionaal aanvullende besluiten nemen en koers uitzetten. En overigens, voor alle duidelijkheid, een heleboel gaat helemaal niet over regels. Landelijk praat men steeds over dit is het advies om je te gedragen en dit zijn de regels. Maar lokaal, regionaal hebben wij nog een heleboel activiteiten die eigenlijk veel meer zitten in de directe beïnvloeding van mensen. Hoe ga je om met bepaalde sectoren? Daar zitten heel veel werkzaamheden aan vast die mensen niet zien. Omdat dat niet in de krant komt, omdat het niet op tv komt. Maar er zit heel veel werk aan vast. Dus we zijn met de studentenorganisaties bezig geweest. Er zijn heel veel activiteiten ontplooid in, ja, in die sector. Ook breder rond jeugd en jongeren. Rond sport zijn heel veel activiteiten ontplooid. En dat moet allemaal wel georganiseerd worden. Dat vraagt heel veel capaciteit van mensen. En dat betekent ook dat heel veel ambtenaren daar druk mee zijn. En dat die niet meer hun normale werk kunnen doen. Omdat ze hiervoor worden ingezet. Ja. Tot slot van, om het te zeggen, het coronavirus. Ik zou graag zeggen tot slot van het coronavirus, maar van dit gesprek tussen ons over het coronavirus. De afgelopen tijd heeft u meerdere studentenverenigingen of cafés en andere zaken terecht gewezen omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. Daarbij leek het soms vrij acuut te gaan dat mensen het zelf niet verwacht hadden. Dat, nou ja, het café van Melzen zei dat onder andere. Wij hebben zo ons best gedaan, maar opeens stonden er handhavers voor de deur. Herkent u dat signaal dat het opeens plotsklaps kan gebeuren dat er handhavers op de stoep staan die een vereniging of een café sluiten? Ja, kijk, je moet je altijd realiseren dat datgene wat je in de krant leest lang niet altijd de volledige waarheid is. Kijk, bij Van Melzen was het vrij helder. Daar hebben we diverse meldingen van dat men daar zich niet hield aan de afstandscriteria van de politie, van handhavers. Dat heeft geleid tot een last onder dwangsom. Dus dat betekent dat een formele waarschuwing, als je je nou niet houdt, dan verbeur je een behoorlijk bedrag. En even later was het weer raak. Dus dat was eigenlijk datgene wat er speelde. Ja, en dat dus vrij selectief gehandhaafd wordt en dat als er ergens een oog op een zaak valt en dat u dan vervolgens elke 2 uur langskomt, dat zegt Van Melzen dan, maar ik hoor bij bijvoorbeeld de roeivereniging Njord ook dat die zeiden het gebeurde opeens, dat herkent u niet. Nou kijk, als iemand een last onder dwangsom heeft gehad, dan is het logisch dat je na je tijd extra gaat kijken. Dus dat speelde er. En bij Van Melzen was er sprake van een aantal besmettingen die daar hadden opgedaan. Nou, dat is de combinatie van die last onder dwangsom en die besmettingen hebben geleid tot sluiting.
Dat is vrij logisch. Die besmettingen zijn niet voor niks gekomen daar. Dus dat als je een tijd lang niet aan de regels houdt en dat wordt geregistreerd. En dat is gewoon gezien. Het gebeurde gewoon buiten op allerlei plekken. Ze zaten bovenop elkaar. En dan moet je ingrijpen als exploitant. En dat is onvoldoende gebeurd. Als je zo'n last onder dwangsom hebt, sta je onder versterkt toezicht, laat ik het zo formuleren. Want dan word je vaker gecontroleerd of het nu wel beter gaat. Meestal is dat zo, want dan houdt men zich heel goed aan die regels, is men heel streng daarop. Dus dat is wel heel fijn, want de meeste bedrijven houden zich daar heel goed aan. Maar als dat dan in dit geval vervolgens opgevolgd wordt door een signaal dat er een besmetting had plaatsgevonden daar, van een behoorlijke cluster. Ja, regel is dan, ga je 14 dagen dicht. Nou, dat is. En dat heeft helemaal niks te maken met Tsjechen of anderen die er langs zijn geweest. Want daar is eigenlijk helemaal niet op gereageerd. Dat was eigenlijk wel goed zoals ze dat deden. Ja. Daar werd goed op geacteerd. Het ging gewoon over deze combinatie. Dus en bij Njord was het eigenlijk gewoon het aantal besmettingen. Voor een deel in de commissie weekend op gedaan. Ook iemand die besmet achter de bar had gestaan. Dat wil zeggen 14 dagen dicht. En dat is ook niet zo'n vreemde situatie als je ziet dat die cijfers plotseling omhoog gaan. Kijk, die signalen over dat er mensen besmet zijn in zulke aantallen. Ja, die komen niet druppelsgewijs binnen. Dit was in één keer het pakket wat er was. Ja. Nou, dan moet je acteren. Dus dat gaat nooit met een hele lange waarschuwing en weken van tevoren overleg. Dat is altijd van vandaag op morgen. Tot slot dan van dit gesprek zou ik het met u willen hebben over de samenwerking in de regio. Leiden-Dorp die is daar opeens de kartrekker geworden. Daar is een rapport gekomen van adviesbureau Berenschot. Die zegt, nou, er is een hernieuwd onderzoek naar samenwerking of zelfs fusie in de Leidse regio. Dat zou helemaal geen gek idee zijn. Leiden-Dorp neemt daarin het voortouw. Maar Leiden als grootste gemeente moet daarin zeker een grote rol spelen. Hoe hebt u dat signaal ontvangen uit Leiden-Dorp, uit de buurgemeente? Nou, ik denk dat wij op heel veel plekken best goed samenwerken op dit moment. Dus dat zie ik, er zijn er heel veel terreinen waar dat zo speelt. We moeten echt de dingen niet overdoen die we al eens een keer eerder gedaan hebben. Dan zou ik zeggen, beraad je dan nog eens op het standpunt wat je daar in de tijd over had. En dat lijkt me nog verstandiger. Ligt dat nu op de loer om dingen over te gaan doen? Nou, ik geloof dat wij daar in ieder geval niet zo heel veel zin in hebben. We hebben er veel energie met elkaar in gestopt. We hebben een toekomstvisie Leidse regio gemaakt. Is heel breed ondersteund. En als het ging, en hoe gaan we dat nou waarmaken? Ja, toen lukte het niet om een afspraak te maken over hoe moet je dat nou precies doen. Het onderzoek was een vrijblijvende samenwerking. Dat werkt niet. Nou, als we iedere keer weer het verzoek krijgen om hetzelfde te gaan doen, daar beginnen we niet aan. Nee. Nou komen er in Zoeterwoude en in Voorschoten nieuwe burgemeesters op korte termijn. Geeft dat niet ook reden om daar opnieuw naar te kijken? En misschien ook bij dat is niet aan u, dat is aan de commissaris van de Koning. Maar om daar misschien rekening mee te houden dat het burgemeesters zijn die daar nog een stapje extra willen zetten om tot een misschien gefuseerde Leidse regio te komen? Volgens mij moeten die gemeenten daar primair zelf een keuze over maken. Dat is belangrijk. Nieuwe mensen geven altijd kans om weer over dingen te praten. Dat is zeker zo. Maar we moeten geen trajecten overdoen die we al eens gedaan hebben. Dus de oproep vanuit Leiden-Dorp, regio, kom op, we gaan er weer voor. Daarvan denkt u, nou, doet u het eerst zelf, kom met een plan en dan willen we er naar kijken. Nou, kijk, je moet aan de andere kant ook wel realiseren, er zijn echt heel veel onderwerpen waar die samenwerking echt buitengewoon intensief is. Dus je moet het ook niet negatiever zien dan het is. En daar ben ik eigenlijk wel heel positief over. En daar zijn de relaties ook behoorlijk goed in. En ik denk dat dat stapje voor stapje misschien nog wel verder gaat. En ik denk dat dat een verstandige koers is. Ja, de burgemeester van Oostgeest, Emil Jens, die zei, ja, als Leidse regio is het een soort van situatie van een bejaardentehuis. Je weet dat je er ooit naartoe gaat, maar we gaan er nu nog niet naartoe. Deelt u dat idee? Ah, het is wel een mooi beeld, maar dat suggereert toch wel iets tamelijk bedroevends voor als eindresultaat. Terwijl je het ook wel als een positief wenkend perspectief zou kunnen zien. Maar dat het onontkomelijk is, was natuurlijk de achterliggende gedachte van deze uitspraak. Dat begrijp ik wel, want ik denk dat dat uiteindelijk ook wel zo is. Ik denk dat het ook verstandig is om te doen, maar het is wel moeilijk om die knoop door te haken. Dank u wel, tot volgende maand. Graag gedaan.